Samen bereik je meer. Deze film gaat over de gemeente Den Helder. We laten hierin zien waarom het zo belangrijk is dat bewoners betrokken zijn bij het besturen van hun stad. Den Helder, ontstaan op de grens van land en water als de meest noordelijke stad van het Noord-Hollandse vasteland. Al heel lang de reden van marine, koopvaardij en visserij. Evenlang de toegangspoort tot Amsterdam. Een stad met ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Den Helder, centrum van bedrijvigheid. Dynamische stad aan zee. De inwoners van Den Helder zijn trots op hun stad. Toch hebben ze ieder zo hun wensen, ideeën en meningen. Natuurlijk kunnen niet al die individuele wensen zomaar worden vervuld. Het gemeentebestuur moet keuzes maken. Op die keuzes heb je invloed. Bijvoorbeeld door één keer in de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezing te laten merken wat je van het bestuur vindt, door te stemmen op een lid van een plaatselijke politieke partij. De gemeenteraad wordt dus gekozen door de inwoners van Den Helder. De raadsleden behartigen hun belangen. Uit hun midden kiezen ze vier wethouders. De raadsfracties stellen de verschillende commissies samen die BMW adviseren bij het nemen van besluiten. De burgemeester wordt door de koningin benoemd. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en heeft daarnaast een eigen takenpakket. Burgemeester en wethouders, ook wel het college van BMW genoemd, vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo hebben alle gemeenten in Nederland hun bestuur ingericht. Invloed op het bestuur van je stad heb je dus via de politiek. Maar het kan ook op andere manieren. Mijn vader zei laatst van dat de mensen niet meer graag het bestuur willen en zo. Omdat de mensen daarboven, de wethouders en burgemeester, dat die alles bepalen en zo. Waarom is het zo belangrijk dat je je stem laat horen, dat je erbij betrokken bent? Kijk, het bestuur van een gemeente zit er natuurlijk niet voor zichzelf, maar zit er dus om de totale samenleving in een gemeente, dus de bewoners, te besturen. En dan is het juist buitengewoon belangrijk om een stuk draagvlak voor de beslissingen te krijgen, om de bewoners ook te betrekken bij die beslissingen. Nou. Een goed voorbeeld is de discussie rondom de inrichting van het Julianaplein. We hebben uit alle wijken in de stad daar bewoners bij betrokken. En in een klankbordgroep met elkaar uiteindelijk de definitieve invulling tot stand laten komen. Hoe houdt het bestuur contact met de inwoners? Er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben wijkconcierges, dus vooruitgeschoven posten van het gemeentebestuur. Die regelen zaken in de wijk. Verder is het natuurlijk zo dat we openbare vergaderingen hebben. Commissies, raad is openbaar. We hebben een wethouders-spreekuur. Zo'n spreekuur is er iedere maand. Het spreekuur van de ene wethouder wordt drukker bezocht dan dat van de ander, maar dat hangt vooral af van hun takenpakket. Als je van het spreekuur gebruik wil maken, moet je je melden bij de secretaresses van het college. Van het gesprek worden aantekeningen gemaakt. Als mogelijkheid bij die openbare commissie en raadsvergaderingen is het zo dat mensen in kunnen spreken voor het vergadering begint over een bepaald onderwerp. En als ze dat interessant en relevant vinden, dan doen ze dat ook. Hoe blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in je stad? Ja, ik volg het wel een beetje. Ja. Hoe? Nou, voornamelijk via de kranten en via de berichten op televisie. De kabelkant. Dus dat is een goede manier voor de gemeente om duidelijk te maken wat ze doen. Ja, denk je wel. Nou nee, dat vind ik juist niet. Dat ze konden wel echt wel eens een beetje meer doen. De openingstijden die zijn vrij ruim. Van 8 tot 5 is het gebouw geopend. De loketten die zijn bereikbaar van 8 tot 2.
En dan nog eens een keertje de koopavond tot 8 uur, dus ik denk dat het daar wel goed mee is. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de bereikbaarheid van de mensen, dus de ambtenaren en het college. Net als in andere gemeenten wordt er in Den Helder wel eens geklaagd over de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Maar van het belastinggeld betaalt de gemeente allerlei voorzieningen waarvan de inwoners gebruik kunnen maken. Het besturen van een gemeente moet dus worden betaald. Daarom stelt de gemeente jaarlijks een begroting op. Ook hierop kun je je invloed uitoefenen. Natuurlijk heeft iedere burger de mogelijkheid om kenbaar te maken wat ze ervan willen en wat van vinden met name. Maar het betalen van belastingen, ja, behoort er nu eenmaal bij. En de discussie gaat er natuurlijk altijd over van maar ik maak geen gebruik van de schouwburg en ik maak geen gebruik van het zwembad. Terwijl er anderen weer zijn die dat wel zullen doen. Als je als burger laat horen dat de lasten te hoog zijn en de lasten moeten omlaag, ja, dan zul je als burger ook begrip moeten hebben voor het afstoten van allerlei zaken die een stad juist leuk maken om in te wonen. Besturen moet natuurlijk niet bij woorden alleen blijven. In de Vechtbuurt kun je zien hoe de bewoners hun invloed hebben gebruikt om veranderingen voor elkaar te krijgen. In eerste instantie ging het dus over het vergroten van de tuinen. Die waren vrij klein, dus stonden de waslijnen en hoepie. En daar is het mee begonnen. En omdat de gemeente op dat moment dus een beetje dus de omgeving verwaarloosde met hetgeen wat ze er dus toen geplant hebben, hebben de gemeente gezegd van nou, jullie mogen het dan wel hebben. Dus dat. En dat is dan die inrichting van toen en het gebruik van nu. En die klikken niet. Dus daar moet je wat aan doen. Je moet hem dan herinrichten. De gemeente had al lang plannen om de buurt op te knappen. Maar dat ging de bewoners niet snel genoeg. Ze hebben zich georganiseerd in een wijkcommissie en een videofilm gemaakt over de situatie in hun buurt. Het protest had effect, want vanaf dat moment is er een intensief overleg gestart tussen de wijkcommissie, de gemeente en Woningstichting Den Helder. Hierop sloten de gemeente en de woningstichting een overeenkomst, een zogenaamd convenant, waarin afspraken worden gemaakt over het opknappen van de buurt. En zo is de zaak gaan lopen. Nadat alle partijen het plan nog eens van verschillende kanten hadden bekeken, werd begonnen met de uitvoering ervan. Om op de hoogte te blijven van de vorderingen gingen de wethouder, de raadsleden, de ambtenaren en de wijkcommissie regelmatig op bezoek in de buurt. Wie kun je allemaal benaderen met een plan? Andere buurtbewoners, de wijkcommissie, de ambtenaren, de raadsfracties, de wethouder. Je kunt ook je stem laten horen bij officiële inspraakmomenten. En natuurlijk bij de raads- en commissievergaderingen, die in principe altijd openbaar zijn. Hoe kun je je plan naar buiten brengen? Dan een brief schrijven en dat vertellen. Maar ja, als één iemand dat doet, dat heeft ze weinig zin. Dus je zou bijvoorbeeld iets kunnen ondernemen of zo, dat je dat zou kunnen rondgaan, de jeugd zou vragen en dan een handtekening verzamelen of zo. En dat dan opsturen van deze mensen hebben een handtekening gezet. Dat ze graag een discotheek willen hebben of zo. Je kunt ook een brief, tekeningen of foto's opsturen. Of, zoals de bewoners van de Vechtbuurt deden, een videofilm maken om je zaak of probleem te verduidelijken. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar het stadhuis bellen of een afspraak maken met een van de ambtenaren. En soms is het wel eens handig om de pers in te schakelen. Als je schrijft, krijg je binnen een paar dagen een zogenaamde ontvangstbevestiging. Je weet dan meteen welke ambtenaar jouw zaak behartigt. Je krijgt altijd binnen 6 weken te horen wat er verder gaat gebeuren.
Soms word je uitgenodigd voor een gesprek of komt er iemand bij je langs. De ambtenaren werken het plan uit, bespreken het en leggen het voor aan het bestuur. Soms beslissen BMW, al dan niet op advies van een raadscommissie, soms de gemeenteraad. Vervolgens worden de plannen besproken met alle betrokkenen. Maar wat gebeurt er als het besluit heel anders uitvalt dan je had verwacht? Ja, het is een goede gewoonte dat je, als je met elkaar in discussie raakt en je komt tot een standpunt, dat je A aangeeft welke keuze je hebt gemaakt, dat je daarbij ook de argumenten noemt. Met name financiële zaken spelen daar natuurlijk ook een niet onbelangrijke rol in. En als je op argumenten mensen duidelijk maakt waarom je een keuze hebt gemaakt, dan kun je op een hele goede wijze met elkaar tot de conclusie komen waarom de keuze is gemaakt. En zelfs als mensen daarin vinden dat ze niet of onvoldoende tot hun recht komen als het om hun keuze gaat, de duidelijkheid die je daarmee verschaft is heel belangrijk om mensen ook het gevoel te geven, en niet alleen het gevoel te geven, maar ook duidelijk te maken dat je eerlijk bent en je keus nadrukkelijk en stevig op tafel legt. Je kunt altijd bezwaar maken tegen de beslissing. Het opknappen van een buurt is een langdurige aangelegenheid. In Den Helder zijn verschillende zaken samen met de bevolking aangepakt. Deze stad loopt wat dat betreft, terwijl die dus helemaal niet zo gunstig bekend staat, loopt daar gewoon op voor. We hebben dus diverse grote projecten in de stad die dus al uitgevoerd zijn of waar men mee bezig is. Zoals stadsvernieuwingsprojecten in Oud Den Helder en de Visbuurt. De overlastproblematiek in Nieuw Den Helder, de stadsvloer in het winkelgebied, de herinrichting van het Julianaplein en de inrichting van diverse speelplaatsen. Het is duidelijk dat je op allerlei manieren invloed kunt hebben op het besturen van je stad. Het gaat alleen niet altijd zo snel als je wilt. Het besturen van een gemeente betekent altijd het afwegen van belangen. Belangen van bewoners die anders kunnen zijn dan die van bijvoorbeeld organisaties of bedrijven. Dat moet zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. En omdat er zoveel belangen meespelen, is het resultaat soms wel eens niet precies wat je had verwacht. Wil je echt iets bereiken, laat dan je stem horen. Dan weet de gemeente nog beter wat er leeft. Want samen bereik je meer.